bij Nox Spellersolter. Dit keer het spelletje SheGeek van Steve Jackson Games. In SheGeek kruipen alle spelers in de huid van een student en wonen ze met z'n allen in een grote studentenflat. Het doel van het spel is zoveel mogelijk te slacken, oftewel zoveel mogelijk onderuit te hangen en niets te doen. En degene die dat het beste doet, die wint het spel. Het is een typisch Steve Jackson spel, ook met de typische art van Steve Jackson. En het spel is voornamelijk door de flavortekst en de afbeelding op de kaarten is het al ontzettend leuk om te spelen. Het is te spelen met 2 tot en met, je kunt met bijna 15 man spelen als je alle uitbreidingen erbij hebt. En ik ga met jullie alle 3 de uitbreidingen in 1 keer er doorheen jassen. We gaan eerst maar eens even kijken wat we allemaal krijgen. Dit is de doos van SheGeek 3 Block Party. En dat is een handige doos, want dan kun je alles in 1 keer instoppen. Wat je niet krijgt is een dobbelsteen, maar die heb je wel nodig. Wat je wel krijgt zijn de paarse kaarten. En dat zijn eigenlijk de karakterkaarten. Dus dan krijgt eigenlijk beroepskaarten. Dit is het beroep wat elke speler krijgt. En daar krijgt hij zijn inkomsten en zijn vrije tijd mee. En daarnaast heb je natuurlijk nog een hele stapel aan actiekaarten. Ja, pataa. En uiteraard de regels. En voor de fanatiekelingen onder ons, zoals Steve Jackson ook bekend om staat, wat blanco kaarten. En dan kun je zelf nog een keer wat karakter of wat beroepen erbij doen en wat actiekaarten erbij verzinnen. Ik persoonlijk maak ook nog gebruik van fiches om de slack bij te houden. En dan kun je snel overzichtelijk tellen hoeveel slack iemand heeft. We gaan eens even kijken hoe het spel gespeeld wordt. SheGeek. Het begint ermee dat je kunt of zeggen we kiezen allemaal een beroep zelf of je geeft willekeurig iedereen een beroep. Dit is het beroep wat je hebt. Daarop staan 3 dingen die belangrijk zijn. En dat is hoeveel vrije tijd je hebt. In dit geval 2 of 3. Ik ga zo uitleggen hoe je dat berekent, welke het is. Je inkomen van een beurt. Het slack goal, oftewel hoeveel punten slack je moet verzamelen om te winnen. En hier staat eventueel nog of je even bijzonderheden heeft. En in dit geval de drummer heeft een +1 op alle nookie rolls. Dit is het beroep wat je hebt. Je kunt tijdens het spel je beroep kwijtraken. Door kaarten of een ander beroep krijgen door kaarten. Dat staat allemaal op de kaarten zelf aangegeven. Een beurt bestaat eigenlijk uit 5 stapjes. Stap 1 is je hand aanvullen tot 6 kaarten. Nou, het spel begint iedereen met 5. Dus je trekt er 1 kaart bij. En dat is stap 1. Stap 2. Je gaat rollen voor het variabele vrije tijd of inkomen. Sommigen hebben ik heb dan een variabel vrije tijd met de drummer. En sommigen hebben variabel inkomen. Hoe gaat dat in zijn werk? 1 tot en met 3. Het lage getal. En 4 tot en met 6 voor het hoge getal. En dat is dan voor deze beurt. Ik gooi een 3. Dat wil zeggen, ik heb deze beurt maar 2 vrije tijd en 1 inkomen. Stap 2 is dat. Nou, stap 3. Je gaat mensen uitnodigen op jouw kamer of je gaat mensen naar andere kamers toe sturen. Er zijn globaal 2 soorten personen. Dat zijn personen die leuk zijn, die je graag wil hebben. En die hebben dus een slackwaarde van 1 en soms meer. En daarbij is het altijd de vraag, zijn ze thuis of niet? Je zegt, ik ga iemand uitnodigen. En dan leg je vervolgens degene die je uit gaat nodigen, leg je voor je neer op tafel. Zij is positief voor mijn kamer. Want naast dat zij 1 slack waard is, geeft ze ook nog eens een extra slack voor elke foodkaart die ik in mijn kamer heb. Dan ga ik straks, ga je die zien. Dan moet ik gaan gooien. Gooi ik 1 of 2, dan heb ik pech. Maar ja, is ze niet thuis. En gaat de kaart naar de aflegstapel. Gooi ik 3 tot en met 6, dan is ze gewoon thuis. Ik gooi 1, dat is pech voor mij, ze is niet thuis, wordt ze afgelegd. Dan heb je nog een ander soort personen. Dat zijn personen die niet zo leuk zijn om in je kamer te hebben. Die hebben of een slack van 0 en deze heeft zelfs een negatieve slack, de whiner. Deze kaarten komen, in tegenstelling tot leuke mensen, altijd ongevraagd binnen. Maar deze kun je ook naar andere kamers sturen. Dus die kan ik bijvoorbeeld zeggen van, nou deze geeft -1 slack. Die leg ik bij een van mijn tegenstanders neer. En dan moet hij maar weer zien hoe hij er vanaf komt.
Mocht jij nou in je kamer zo iemand hebben met een negatieve slek, kun je in deze derde stap van je beurt proberen hem weg te werken. Wederom met de zeszijdige dobbelsteen. En hier is het principe 1 tot en met 3. Hij blijft en het negatieve effect wat hij heeft op jouw kamer blijft doorgaan. Deze geeft dan min 1 slek, maar sommigen drinken al je alcohol op, sommigen vreten je kamer leeg, ze doen van alles. En 4 tot en met 6, en dan mag jij zeggen, ga even naar een andere kamer. Of je mag zelfs zeggen, ga maar naar de discard, de aflegstapel. Dat is hoe de personen geroepen worden. En er zijn ook nog in dit spel katten. En katten hoef je niet te roepen. Die komen gewoon, die geven 1 slack, dus die zijn positief. Je hoeft er niets voor te gooien, die krijg je gewoon zo, bats, in je kamer. En zoals ik al zei, ik hou de slack bij met kraaltjes. Want dan kun je snel tellen van hoeveel puntjes liggen er in mijn kamer. Deze kat is 1 slack waard. Dat is stap 3. Het roepen van mensen. Heb je geen mensen? Nou, dan gaat stap 3 voor jou in zo'n beurt niet verder. Stap 4. Dat is het opmaken van je vrije tijd. En je vrije tijd kun je opdelen in 2 soorten activiteiten. Je kunt of gaan winkelen. En met winkelen kun je zoveel mogelijk blauwe items uit je hand spelen als dat je kan betalen. Ik heb een inkomen van 1. Dus ja, deze hash brownies kosten 3. Die kan ik dus helaas niet spelen. En mocht ik bijvoorbeeld een inkomen hebben van 4, dan zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen van, ik neem een pakje sigaretten voor 1. En ik neem een biertje, 2 kost die. En dan heb ik er nog 1 over. En dan kan ik nog wat noedels erbij doen. Die kosten 1. Ik heb 4 inkomen, bats. En dan is 1 van mijn vrije tijd, 1 van mijn vrije free times is gespendeerd aan het winkelen. En met dat winkelen koop ik in dit geval 4 items. Met een totale slackwaarde van 4 punten. Dat is 1 manier om je vrije tijd te spenderen, oftewel winkelen. Of je kunt zeggen, ik doe een activiteit. En 1 activiteit kost 1 vrije tijd. Nou, dat zijn de kaarten met de rode bovenkant. En die hebben dus soms een prijs. En sommige activiteiten zijn gratis. En daar staat ook weer hoeveel slack ze waard zijn. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik doe nog een nookie. Nou, aan het plaatje kun je al zien wat er met een nookie bedoeld wordt. En een nookie heeft, zoals je ziet, een bepaalde slackwaarde. Dat is 1 die. Dus 1 dobbelsteenworp, in dit geval min 1. En zoals ik in het begin van het spel al uitlegde, ik ben de drummer. Dat betekent dat ik een bonus heb op mijn worp van de nookies. Een plus 1, oftewel ik krijg gewoon de worp van mijn dobbelsteen erbij. 3 punten. En daarom vind ik het handig om het gebruik te maken van fiches. Want dan kun je zien dat deze dus 3 punten waard is. Oftewel, met mijn vrije tijd kan ik of activiteiten doen, of winkelen, of allebei afhankelijk. Dan hebben we nog 1 activiteit die wat bijzonderder is. En dat is het tv kijken. Daar staat ook altijd tv bij. Dat zijn de meeste afschuwelijke programma's altijd. Dit is Who Wants to Marry a Rich Weirdo. Deze kaart staat hier ook op. TV card may be played to cancel any activity. Oftewel, als iemand anders aan de beurt is, mag ik deze kaart gebruiken om te zeggen, nee, jij gaat niet bijvoorbeeld een nookie doen, maar jij gaat tv kijken. En een tv kijken is maar 1 punt waard. En je zag dat deze nookie was al 3 punten waard. En als je een 6 gooit, dan is die dus heel veel punten waard. Dat is een soort cancelkaart. Die mag je in andermans beurt spelen. Dat is het 4e stapje wat je doet in je beurt. En het 5e stapje is, je mag kaarten uit je hand afleggen. Je moet afleggen totdat je er maar 5 in je hand hebt. Als je er minder dan 5 hebt, mag je afleggen totdat je er nog maar 1 in je hand hebt. Kaarten waarvan je zegt, nou, die kan ik nooit betalen. Of activiteiten waarvan je zegt, daar heb ik niks aan. Die kun je dan afleggen, zodat je de volgende beurt weer begint met fix nieuwe kaarten bijtrekken. Dat is hoe het spel gespeeld wordt. Zo gaat iedereen om zijn beurt door. Totdat de eerste persoon zijn slack goal haalt. En wat hebben we nog voor? We hebben nog 1 soort kaart die ik nog niet heb laten zien. Dat zijn de kaarten met een oranje balk. De whenever kaarten. Die kunnen altijd gespeeld worden. Staat op wanneer ze wat ze doen.
En die zijn niet aan een beurt, jouw beurt of de beurt van een tegenstander gebonden. Dus dit zijn kaarten waarmee het hele spel beïnvloedt. En in dit geval mag ik leftovers, vrij vertaald klikjes, mag ik door de aflegstapel gaan en daar eten uithalen. En die in mijn hand stoppen, een foodkaart. En hoe zie ik dat een kaart foodkaart is? Er staat een food bovenop. Zo zie je. Nou, de kracht van het spel Shake Geek is natuurlijk sowieso dat je het met veel spelers kan spelen. Dat het een vrij snel spel is, half uurtje ben je er ongeveer mee zoet. En natuurlijk het artwork en vooral de flavorteksten. Ja, het is natuurlijk in het Engels, het is geen Nederlandse uitgave van. Maar als je een beetje Engels spreekt, dan moet ik altijd zeggen dat er vreselijk gelachen kan worden om de teksten die schuin gedrukt onder de kaarten staan. De zogenaamde flavorteksten. Daarnaast is het gewoon een gezellig samenspel. Je bent lekker met elkaar aan het clearen, je treitert elkaar, je probeert te winnen. Je bent met z'n allen gewoon lekker een half uurtje, uurtje zoet. En het is zo'n spel, gewoon lekker een paar potjes achter elkaar. Ik vind het gewoon een heel leuk spel, heel gezellig spel. Handig formaat ook nog eens een keer. En als ik één aantekening mag geven is het feit dat de kaartjes van een soort van wat mindere kwaliteit zijn. Je ziet dat je randen gaan rafelen en dat is wat minder. Al met al is dit spel gewoon een dikke 8 waard.